De Esther Stichting wordt stiefmoederlijk behandeld, zegt directeur Sila Deel. De organisatie heeft volgens haar met diverse uitdagingen te maken. Er is hiervoor een structurele aanpak vereist. Naar de regering toe wil ik wel op het hart drukken dat ze de instelling niet als een stiefmoederlijk moeten behandelen. Want dat vaak hebben we het gevoel gekregen, jaar in jaar uit, dat we moeten schrijven en dat we moeten praten en dat mensen komen kijken en beloften doen. En wanneer we weer zitten wachten, is het maar wachten en wachten. Dus ik wil de regering vragen bij deze, dat ze de mensen met beperking en de andere instellingen natuurlijk ook niet te vergeten, dat er mensen hulpbehoevend zijn en daadwerkelijk die zaken nodig hebben, dat ze naar ze omkijken. Kijk wat een bril nu kost, kijk wat een rollator nu kost, kijk wat nu een scootmobiel nu kost. Die mensen zijn mensen met een beperking, maar ze hebben het recht om een bepaald levensomstandigheden te kunnen beleven. En het is hun taak om die mensen tegemoet te komen. De situatie bij deze stichting is nijpend. De directie heeft diverse organisaties om hulp gevraagd. Stichting Ronnie Brunswijk was ook aangeschreven. Voorzitter Aldofina Cairo heeft een geste gedaan aan de instelling. De laatste keer dat ik hier was, was 14 februari. Om eigenlijk mijn jaardag in te luiden met de bewoners en het personeel van Esther Stichting. De heer Brunswijk, naar wie de Stichting Ronnie Brunswijk voor Groei en Ontwikkeling is vernoemd. Die was ook hier, hij was uitgenodigd om hier aanwezig te zijn. En de mensen van de Esther Stichting, het personeel, de cliënten hebben toen gebruik gemaakt van de gelegenheid om hem een aantal noden en een aantal issues voor te leggen waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd bij de uitoefening van hun werkzaamheden. En hij heeft dus schade gehoor gegeven aan, u ziet een deel van de spullen waar de mensen naar gevraagd hadden, die staan hier en die hebben we dus vandaag overhandigd aan de Esther Stichting. Maureen Agudeba, die als verpleegkundige is gebonden bij deze organisatie, is zeer ingenomen met deze gesten. Het is een speciale dag voor ons dat we deze spullen in ontvangst mogen nemen, want we hebben lang ernaar gewacht en gevraagd. En toen de VP erbij was met de jaardag van mevrouw Fine Cairo, hebben we hem dan aangesproken en hij heeft ons gehoord. En deze man is een man van woord en daad. Als hij iets belooft, dan komt het goed. En dat heeft hij ook gedaan. En hierbij willen we hem hartelijk bedanken. VP, Biggie Bravo, Takie Grantangi.